Waar ik bij mijn onderzoek naar kijk, is hoe we in een vroeg stadium bij patiënten hartfalen kunnen voorkomen. Dus patiënten die schade hebben aan het hart, dat kan komen door de aanwezigheid van een virus of door heel kort zuurstoftekort in het hart, ontstaan er ontstekingen in het hart en die kunnen uiteindelijk leiden tot hartfalen. Als er schade is aan het hart, wordt het immuunsysteem geactiveerd en komen er meer witte bloedcellen naar de plek van schade om de boel daar op te ruimen. Je wil voldoende witte bloedcellen op die plek hebben om de boel op te ruimen, maar ook niet te veel, want die kunnen weer schade veroorzaken. En ik kijk er dan eigenlijk naar welke factoren van invloed zijn op een goede balans hierbij. Je kan het hart zien als een bakstenen muur, bestaande dus uit de bakstenen wat de hartspiercellen zijn en het cement waarvan altijd gedacht werd dat het alleen was voor stevigheid in het hart. Maar het is meer en meer bekend dat er ook hele belangrijke stofjes in zitten, genaamd eiwitten, die de hoeveelheid ontsteking in het hart kunnen beïnvloeden. Nou, ik kijk dan naar een aantal specifieke eiwitten en hun rol bij ontsteking in het hart. En dit doen we door gebruik te maken van muizen die deze eiwitjes wel of niet hebben. En hoe dit dan het ontstaan van ontsteking in het hart kan beïnvloeden. En wat ik heel erg interessant daarin vind, is het puzzelen hoe dat eiwitje op wat voor manier dat de ontsteking beïnvloedt. Wat ik altijd in mijn onderzoek probeer te doen, omdat het ontzettend belangrijk is dat we proberen onze basale bevindingen relevant te maken voor patiënten, is te kijken met een specifieke vraag vanuit onze muizenstudie. Is dit bij patiënten ook het geval? En dit proberen we dan te doen door in kleine stukjes hartweefsel die van patiënten verkregen worden tijdens een operatie, of in het bloed van patiënten, bepaalde vragen te checken. En ik denk dat het superbelangrijk is om dit te blijven doen, omdat het op die manier klinisch relevant blijft eigenlijk. Tijdens mijn onderzoek heb ik gekeken naar drie verschillende eiwitten. Deze drie eiwitten zijn alle van belang bij het reguleren van ontsteking in het hart. Eén eiwit is belangrijk bij het alarm slaan, dus bij het activeren van het immuunsysteem. Het tweede eiwit is belangrijk bij het stoppen van de ontstekingsreactie. En een derde eiwit is heel erg belangrijk bij het loodsen van de witte bloedcellen vanuit de bloedbaan naar de plek van schade. Hoewel het doen van onderzoek ontzettend leuk is en heel erg fascinerend, is het wel een baan die je ook heel erg mee naar huis neemt. En waarbij je ook 24/7 ben je ermee bezig. En daarom vind ik het heel erg lekker om te sporten, om te kunnen afschakelen. En wat ik heel graag doe is zowel hardlopen als wielrennen in mijn vrije tijd. En ja, dit zijn sporten waarbij je je hoofd even helemaal leeg kan maken en nergens anders mee bezig bent dan met het sporten zelf. Omdat ik geneeskunde heb gestudeerd, zou ik heel graag weer terug het ziekenhuis in willen. Ik vind het doen van onderzoek ontzettend leuk, maar door terug het ziekenhuis in te gaan, denk ik dat ik echt daadwerkelijk iets voor de patiënt zelf kan betekenen. Faces of Science.